Wat zit er in een schijf van 5? Stop de frisdrank in jullie mandje die jullie lekker vinden. En hoeveel gram groenten moeten jullie dagelijks eten? Dit zijn zomaar wat vragen die aan de kinderen uit groep 6 van de Peterschool gesteld werden op dinsdag 28 juni. Deze ochtend vond namelijk de pilot plaats van een nieuw project over gezonde voeding en bewegen. Dit initiatief, wie heeft dat genomen? Hans, dat is eigenlijk op een heel aparte manier tot stand gekomen. Ik had in het project van Stapel op Sint had ik contact met Wim Ketelaars en Guilaine de Brouwer. En daar kwam eigenlijk het ter sprake over gezond eten. En het sluit gewoon heel erg mooi aan bij het project Kans wat er hier in Bokstel bestaat. En van daaruit zijn we verder gaan borduren. Is Buursport Bokstel erbij gekomen. Nicole van Spaandonk heeft daarin een hele belangrijke rol gespeeld. Samen met haar hebben we eigenlijk sinds november vorig jaar opgetrokken. En elke keer een nieuwe stap gezet in dit toch wel leuke project. Waarbij we alle groepen 6 van de scholen uit de gemeente Bokstel willen uitnodigen. Om een speurtocht te maken naar gezond eten en bewegen uiteraard. Want dat is net zo belangrijk. En ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn deze ochtend. Hebben jullie enig idee wat we gaan doen? Nee. Hebben jullie al gegeten? Nee. Hartstikke leuk. Dit is groep 6 van de Peterschool. We hebben daar met Hans, de directeur van de Peterschool, contact over gehad. Om dit in de pilot weg te zetten. We zullen dit na vandaag heel erg goed met elkaar evalueren. En van daaruit de rol uit naar begin volgend schooljaar zal het al worden. Jullie mogen in de winkel gaan pakken wat je 's morgens als ontbijt eet. Rustig, niet rennen, rustig lopen. Ga maar. Oké, groep 2, kom maar bij mij. Jullie, dat mag ook met z'n tweeën of zo, of met z'n drieën, dat maakt niet zoveel uit. Jullie mogen door de winkel, niet gaan rennen, rustig lopen, gaan pakken wat je denkt wat een gezond ontbijt is. Ja? De achtergrond is dat we kinderen bewust willen maken wat nu eigenlijk voeding inhoudt en wat het met je doet qua brandstof, waarom je moet ontbijten, wat een gezond ontbijt is, dat een gezond ontbijt niet altijd duur hoeft te zijn. En daar gebruiken we bij het voedingscentrum en het is een nieuw boek van Martijn Katan, met name omdat ze heel veel over biologisch eten en zo praten, willen we de kinderen nu bewust laten maken wat voeding met je doet en wat het kan doen met je. Dat is eigenlijk de start. En wacht even! Hebben jullie gewacht naar een beetje een keer? Kom, fruit en spijt! Ze zijn best wel gezond, altijd. Wij zijn best wel gezond, we hebben meer brood. Ja, eigenlijk gewoon melk gepakt en heel veel brood. Ja, wij hebben echt superveel brood en croissantjes en peper. Jongens, we konden ook met z'n allen één grote pakken. Nu hebben ik van duizenden van die boterhammen zakken. Ja. Er staat ook een teun. Eén. Eén en wij één tafel moesten gezond en één ongezond, hè? Eén gezond wat jullie, en één bak met wat jullie 's ochtends eten. Kinderen hebben nu rondgelopen. En die hebben 2 kratten vol. Of het allemaal duidelijk was wat gezond moest zijn, en wat, dat weet ik even niet. Maar de kinderen waren met name de kinderen die de opdracht kregen, wat eet je 's morgens? Die hadden nu zoiets van, ik denk dat ik een croissant pak. Want ik denk dat als ouders zien wat kinderen in het kratje doen, wat ze 's ochtends eten. Dat ouders denken, dat eet mijn kind helemaal niet. Maar de croissantjes waren erg in trek, geloof ik. Mogen we die ook pakken? Ik dacht van ja, ze mochten alles pakken uit de winkel. Dus dat hebben ze inderdaad gedaan. Dus dat was wel, mooi, ja. Vind je het lekker? Ja. Wat heb je nou gegeten? Kipfilet. Kipfilet. En doe je dit anders ook altijd? Ja. Je bent lekker aan het eten al? Ja. Is dit iets wat je elke dag 's morgens eet? Nee, eigenlijk niet. Wat eet je wel? Ik eet altijd een boterham met kipfilet. Oh, met kipfilet. Maar dat zit licht naast je, hè? Ja, maar ik heb dit ook op mijn brood. Ja. Dus je eet nou wat je normaal ook eet? Nou, of een hagelslag doe ik er ook op wel eens op. Monika is wat aan het uitleggen. Wat wordt er nu precies uitgelegd? Er wordt nu uitgelegd waarom ontbijten zo gezond is en wat voor brandstof dat geeft voor de hele dag. Een gezond ontbijt maakt dat je eigenlijk de hele dag vooruit kunt. En wat we heel vaak horen en zien
is dat kinderen juist ontbijt overslaan. Of even snel een halve boterham of een ontbijtkoekje. En dan denken dat ze daar de hele dag mee door kunnen. En worden slap op school, zitten futloos in de klas. En dit is wat ze nu eigenlijk aan het uitleggen heeft van, je hebt die energie nodig. Zonder die energie kom je de dag niet door. Wauw, hier komt heel veel vitamines. Als ik in die kistje kijk, wat jullie eens pakken. Jullie krijgen als opdracht, jullie zijn in dit geval met z'n negenen, jullie moeten met z'n negenen, heb je 2 minuten de tijd om te overleggen welke dranken jullie lekker vinden. Ze mag chocomel zijn, mag ook cola zijn, mag ijsthee zijn of hoe heet die Red Bull dingetjes. Overleggen. 5. Wat gaan jullie nu doen? We moeten allemaal drinken, we moeten overleven. 5 drinken die we lekker vinden. Die je lekker vindt. Ja, kom. Ja. We pakken ook milkshake. Oké. Ja, jongens, even overleggen. Jullie gaan naar de milkshake. Goedjes. Jullie gaan naar de milkshake. Wij gaan naar de Fanta. Jullie gaan naar de cola. Jij en Aron gaan naar de cola. En wij pakken de... Even kijken, wat pakken wij? Ja, we kijken wel. We hebben chocomel, milkshake, Cassis, Fanta en cola. Zet het even op je tafel neer. Nou, de kinderen zijn heel enthousiast de winkel ingegaan. Ja. En ze hebben hun spulletjes, 5 producten om te drinken. Ja. Heel divers. Vertel, en wat gaat er nu gebeuren? Het gaat nu juist om de uitleg, want je laat kinderen pakken wat ze lekker vinden. Nu gaan we laten zien wat het doet, het brandstof. Maar als je bijvoorbeeld cola drinkt, dan heb je heel veel suikerblokjes. En het heeft maar van korte duur een brandstof. Dus Monica gaat nu uitleggen waar je gezonde brandstof uithaalt als het om frisdrank gaat. Dus nu gaan ze denk ik wel met hun oren klapperen, want ja, dat verschil met drinken weten ze vaak niet. Eten zag je al wel dat ze wat bewuster waren. Ook heel eerlijk dat sommigen zeiden van, dit is niet wat ik eigenlijk eet, maar ik weet wel dat het gezond is. Dus ja, dat maakt gewoon een heel groot verschil denk ik. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze gaan reageren op de frisdranken. Het verschil is wel dat meisjes eigenlijk veel bewuster bezig zijn met drinken als jongens. Want één jongen zegt net tegen mij, mag ik nou de cola drinken? Want dat is toch gezond? Dus dat moeten we nog even uitleggen wat dat nou inhoudt. Want die denkt dat die suikerklontjes zijn energiewaarde zijn. Terwijl dat het dus niet zo is. Maar dat wordt nu dus door Monica uitgelegd dat het niet zo is. Maar die staan echt met hun oren te klapperen gewoon van, oh, dus eigenlijk is het niet gezond. Nee, het is niet gezond. Dus dat maakt het wel heel grappig. En met name het voorste tafeltje is heel erg bezig om echt uit te zoeken wat zo'n voedingswaarde tabel nou is en wat dat met je doet. En een discussie aan tafel, jongens, meisjes door elkaar. Dus het beweegt wel. Het is wel heel erg leuk om te zien. Ja, absoluut. Vertel mij nou eens, waar jullie roepen heel hard klaar. Waar zijn jullie nu klaar mee? We moesten kijken hoeveel suikerklontjes in het drinken zaten, wat we net hadden gepakt. En dan moest je kijken hoeveel erin zaten. En denken jullie dat je het goed uitgerekend hebben? Ja, ik denk het wel. We denken het wel. En wat weten jullie nou meer? Dat in drank heel veel suiker zit. En in spa fruit bijna geen. Wat zit hier? Jullie mogen even bij Ken gaan staan. Nou, je hebt de groepen verdeeld. Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Deze groep krijgt nu een groepsopdracht die ze uit moeten voeren. Wat is die groepsopdracht? Ze soort van, ze moeten fruit gaan afwegen en denken hoeveel fruit ze nodig hebben per dag. Noortje gaat uitleggen dat je via de app heel veel kunt bewegen en kunt zien wat je beweegt. En bij Ken en mij gaan ze bewegen, dus eet wat je beweegt. Dus als je een stukje komkommer moet je 3 minuten joggen. En dat gaan de kinderen doen. En de kinderen daar gaan een smoothie maken, een gezonde smoothie. Dus dat is waar we nu, en over 10 minuten draaien ze allemaal door.
Jullie zijn nu met een speurtocht bezig? Ja. Ja. En wat hebben jullie allemaal koeken? Ja. Ja. We moesten kiezen wat we het lekkerst vonden van al deze koekjes. En wat je het lekkerste vinden, hebben jullie nou gepakt? Ja. Ja. Oké. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het is hartstikke leuk, maar het is goed dat het niet elke dag is met rondspringende kinderen. Dat eerlijk gezegd. We zijn begonnen om 8:45, 9:00 met een echt gezond ontbijt. Wat heel erg leuk is ontvangen door de kinderen. En we zitten nu eigenlijk midden in het wisselprogramma. Bewegen, met een app iets doen, dus op de computer. Maar ook in de winkel zoeken naar gezonde producten en een heerlijke smoothie maken. En ik zie aan de reacties van de kinderen dat ze het leuk vinden. Leuker dan een dagje op ochtend school zitten. Zo, we zitten weer in de volgende fase. Wat gebeurt er nu? Ja, ze gaat nu even evalueren wat ze heeft gedaan met de kinderen. Dus heel veel kinderen vonden de smoothie die ze gemaakt hadden ontzettend lekker. Dat was gewoon aardbeien, banaan met kokoswater. En echt sommige kinderen zeiden van dat is lekkerder als cola. Dat vind ik leuk voor een verjaardagsfeestje. Dus dat evalueert ze nu over het eten. En ze geeft nu uitleg over dat gezond eten niet per definitie duur hoeft te zijn. Dus dat is wat ze nu een beetje aan het uitleggen is. En vervolgens heeft ze aan de medewerkers van de jeugd gevraagd om nog dadelijk met kinderen door de winkel te lopen. Om ook echt producten qua prijzen te gaan vergelijken. Dat je ook echt ziet van dit is gezond, dit is heel duur, dit is goedkoop. Dus en dan gaat Eva dadelijk nog afsluiten en die gaat een gezond menu samenstellen. En de ouders van de kinderen kunnen deze week, die krijgen een kaartje mee. En de ouders die kunnen dan deze week het kaartje inleveren en dan mogen ze een gratis product van dat menu mee naar huis nemen. En dan gaan we evalueren als groep en als het dan goed bevallen is, dan komen alle basisscholen van Boxtel komen aan bod. Nou, het is bijna klaar. Wat had jij gekozen als menu? Bruine bonen. En als drinken? Smoothie.